Sedert enige tijd is het stil op het oude Schiphol, dat letterlijk van de ene op de andere dag werd verlaten. De deuren waardoor in de loop der jaren miljoenen passagiers het platform betraden of verlieten, zijn op slot. Binnen is op onthutsend snelle wijze het verval ingetreden. Men kan nauwelijks geloven dat hier nog maar 4 maanden geleden de bedrijvigheid heerste die zo kenmerkend is voor een grote internationale luchthaven. Maar de luchthaven heeft geen tijd voor weemoed. Het nieuwe Schiphol is in vol bedrijf. En er is niemand die nog aan het oude denkt, laat staan er naar terug verlangt. De aanleg van deze moderne luchthaven vroeg ook om nieuwe verkeerstechnische voorzieningen. Zo moest de snelweg van Amsterdam naar Den Haag hier verlegd worden. Een van de markantste facetten van deze nieuwe weg is de dubbele autotunnel, die het verkeer onder een binnenkort in gebruik te nemen nieuwe startbaan doorvoert. Het is een Amerikaans aandoende oplossing waarmee de weggebruikers in korte tijd vertrouwd zijn geraakt. Gaf het verkeer van de hoofdstad met Den Haag dus geen moeilijkheden meer, anders was het met het verkeer van Schiphol naar Haarlem, dat namelijk aangewezen was op een veel te smalle provinciale weg. Vooral in de spitsuren kwamen hier altijd opstoppingen voor. Maar ook in andere opzichten was het rijden op deze route geen sinecure, al was het alleen maar omdat er ook buiten de piekuren maar zelden snel gereden kon worden. Maar deze bij de automobilisten zo beruchte Schipholweg heeft nu afgedaan, want tegelijk met het klaverblad bij Bad Hoeverdorp is het eerste deel van Rijksweg 6 gereed gekomen. Een stuk van 10 kilometer van Schiphol naar Haarlem. Een moderne, door een middenrail beschermde autostrada met 12 uitsluitend ongelijkvloerse kruisingen die in de toekomst zal aansluiten op de Velsertunnel. Hoewel er voor het verkeer voorbij Schiphol naar Amstelveen en het Gooi voorlopig nog moeilijkheden zullen blijven, betekent dit nieuwe wegvak toch zeker het begin van het einde van veel ongerief.